Hallo allemaal, het is super leuk dat jullie er kijken naar een nieuwe vlog. Het is al eventjes geleden dat ik nog eens een vlog heb opgenomen, dus vandaar dat er nu een vlog online komt. Het is vandaag zaterdag en het is momenteel al namiddag, het is 2 uur. En ik heb er net sigaretjes gemaakt en ik ga er zelfs nog meer maken. Maar vandaag ga ik ook nog 2 heel leuke bestellingen inpakken, of misschien zelfs 3, als die sigaretbestelling vandaag al af is. En ik neem jullie dus helemaal mee met wat ik vandaag allemaal ga doen. Dus als eerste wil ik dan de 2 bestellingjes gaan inpakken. Eigenlijk moet ik dan nog 1 sieraad maken. Dus volgens mij kan ik wel beter eerst die andere sieradenbestelling maken. Maar ik kan wel al laten zien wat ze besteld heeft. Of ja, dat de persoon die de winactie gewonnen heeft. En die had dit kettingje besteld. Ik zal even de kamer omdraaien. Dit heel schattige maankettingje. Als je wil scherp stellen. Dus dit kettingje. In het goud. En dan nog een parelketting. Ook in het goud. Maar dan het bestellen van een ander meisje. Die had minder mee dan ze besteld. Die zit hier al in. Die moet alleen nog dicht. En dan de postzegels erop. Maar ik ga dus nu die sieradenbestelling maken. Want ze hebben 13 sieraden besteld. Maar mijn ijzeldraad is bijna op. Dus ik hoop dat ik toekom met mijn ijzeldraad. Anders moet ik een ander kleurtje gaan gebruiken en dat is niet zo mooi. Dus ik ga je laten zien hoe de sieraden er al uitzien. Dit zijn de sieraden die ik al heb gemaakt. Dit zijn 2 parelkettingen. Eentje in het roze en eentje in het oranje. En ik ben dan nog bezig met 2 andere parelkettingen en precies dezelfde kleuren. We zijn inmiddels een half uurtje verder, of ongeveer een half uurtje. En dit zijn alle sieraden die ik heb gemaakt. Dus 2 kettingjes, wat ik er net ook al had laten zien. 2 roze en 2 oranje. En dan 8 armbandjes. Ah nee, ik bedoel 6 armbandjes. 3 roze. En 3 oranje armbandjes. Dus in totaal zijn dit al 10 sieraden. En ze hadden 13 sieraden besteld, dus ik moet nog 3 andere armbandjes gaan maken. Maar dan met een ander patroontje, dus dat ga ik zo meteen ook even doen. Ik ga nu die 3 andere armbandjes maken, want dan is heel de bestelling klaar en kan het heel leuk ingepakt worden. Maar daarvoor heb ik andere parels nodig en die lagen nog in mijn kamer. Dus ik moest die even halen en dat zijn deze parels. Dat zijn deze parels, echt van dezelfde kleuren, alleen dan wat grotere formaat. Die andere grote parels waren 6 mm en het zijn 8 mm parels. Dus die zijn een stukje groter. En daar ga ik nu sieraden mee maken. Ik zal anders even in beeld zetten wat voor armbandjes ik ga maken. Dit is de plaats waar ik mijn sieraden maak. Ik maak mijn sieraden niet altijd aan deze tafel die jullie nu in beeld zien, maar soms ook gewoon in mijn kamer. En tijdens het sieraden maken kijk ik altijd YouTube. En nu was ik de video's van Joyce aan het kijken. Echt een super goede YouTuber en leuke YouTuber. Ze maakt echt hele leuke video's, dus neem ook zeker een kijkje op haar account. Het andere sieraad dat ik nu nog moet maken is deze choker. Maar dan met een goud sluitingje, want deze heeft hier een zilver sluitingje. En ik ga die dus nu in het goud maken. En dan kan ik alle 3 de bestellingen inpakken. Voor deze bestelling gebruik ik deze parels. Zo deze in het achterste vakje. En ik zal zeker ook nog een stash opnemen deze vakantie over ja, al mijn sieradenspullen die ik heb. Dus eigenlijk van alle sieradenspullen die ik heb. Dus ik gebruik deze parels. Dit zijn 6 mm parels. En dan 2 mm paarse kralen. Alle sieraadjes zijn klaar zoals jullie kunnen zien. Maar ik zag net dat al mijn positieve kaartjes op zijn. Dus ik moet even nieuwe kaartjes gaan maken. Want ik kan geen bestelling verzenden zonder zo'n positief kaartje. Dus ik ga nu nog allemaal lieve tekstjes schrijven met zo'n glitterpen. Zo deze op een leuk papiertje, want dat heb ik echt gewoon nodig. Dat maakt iedereen heel blij. Of ja, dat hoop ik toch. Want als dat er niet bij zit, ik weet niet, dat is toch zoiets leuks, zo'n leuk tekstje krijgen. Dus ik ga nu allemaal kaartjes maken. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik heel even mijn outfit showen. Want ik vind die echt heel leuk. Dit is mijn outfit. Ik heb deze heel leuke trui aan en deze trui komt van de JBC en dan deze simpele broek komt gewoon uit de H&M. En ik kreeg laatst vragen of ik bi ben. Ik ben niet bi, ik ben gewoon hetero, dus ik val op jongens. Maar ik support er wel zo LGBTQ, want ik vind dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. En ik vind deze regenboogtrui ook gewoon heel leuk. Niet dat het er iets mee te maken heeft, maar
ik vind gewoon deze trui echt heel leuk. En die komt super warm. Maar laten we nu maar door met sieraden maken. Of ja, ik bedoel positieve kaartjes. Alle positieve kaartjes zijn uitgeknipt, dus dat is super. Mijn stem, sorry. Maar als eerste ga ik dus deze sieraden inpakken. Dat is zo deze ketting, dat maankettingje met die choker. En de choker doe ik in dit zakje. Ja, zo. Ik ga dat losmaken. Zo, en dan doe ik dat zo in het zakje. Samen met een visitekaartje. Even kijken of alles goed zit. En dan maak ik dat dicht. Zo, voilà, dan is dat dit. En dat doe ik in deze bubbel envelop. Als het erin wil, want het wil er precies niet in. Die gaat er niet in, maar daarna past hij er wel in. Oké. Zo. Oké, die zit erin. En dan nu het kettingje. Ik ga dat in zo'n roze sterrenzakje doen. En als je trouwens interesse hebt in deze roze sterrenzakjes, moet je me even een DM sturen op Instagram, want ik verkoop ze ook. En ik verkoop ook nog witte. De gouden zijn momenteel uitverkocht. Wat wel een beetje jammer is eigenlijk. Maar aan de andere kant is het ook weer goed. Dus ik ga binnenkort weer gouden sterrenzakjes inkopen. En dan komen die binnenkort ook weer aan. Ik wil het kettingje hier rond een kaartje doen, want anders gaat het helemaal in de knoop zitten. Dus ik denk dat ik even een schaar nodig heb of zoiets. Om zo die hoekjes in te knippen. Ik heb hier een breedmesje liggen en ik ga kijken of het hier ook mee gaat. Oké. Oké, ja, het gaat wel. Met een schaar gaat dat wel iets makkelijker. Maar maakt niet zoveel uit. Zo, voilà. Dus zoals je kunt zien zitten er zo twee van die dingetjes in. En daar doe ik nu de ketting rond. Dus hier is de ketting. Ik vind het echt wel een mooie ketting. Maar helaas is die nu uitverkocht. Want ik had nog maar één zo'n bedel. Dus ja. Dat is wel een beetje jammer. Maar misschien komen ze binnenkort al terug op voorraad. Oké, het zit er rond. En dan doe ik nu een sterrenzakje. Heel voorzichtig. Zo. En dan een positief kaartje natuurlijk. Dat kan je vergeten. En dan doen we het sterrenzakje dicht. En dan plak ik hier een heel leuke sticker op. Ik ga er een thank you sticker op plakken. Voilà. En dan kan dat er ook weer bij. Zo. En dan zit alles erin en kan de envelop dicht. En plak ik hier weer een sticker op. Namelijk het hartje. Het gouden hartje. Ik vind die echt heel leuk, die stickers. En dan is deze bestelling helemaal af. En dan de andere bestelling van de meisje. Die had ik al ingepakt. Want dat zijn hier deze vlinderbedels. Dus die kan gewoon dicht. En dan moet alleen nog het adres erop. En dan komt hier ook weer een heel leuke sticker op. Voilà, dan is deze bestelling ook ingepakt. En dan de laatste bestelling, dat is die mega grote sieradenbestelling die hier voor mij ligt. Oei. Er valt een sieraden op de grond. Het zijn dus 13 sieraden. 2, 4, 6, 7, 8, 9 armbandjes. En 4 kettingen. Ik denk dat ik alle armbandjes in een roze zakje ga doen. En dan de kettingen in zo'n zakje.
als het erin past. Dus daarom mag je ze mooi allemaal hierin. Ik doe er ook een kaartje bij. Ik ga even een kaartje pakken en confetti. Ik ben terug met de kaartjes en confetti. Dus eerst doe ik een positief kaartje erbij. Dan gewoon een visitekaartje. En dan wat confetti, want dat kan niet ontbreken. Voilà. En dan kan dit dichtgeplakt worden. Zo. En dan komt hier een heel leuke schattige sticker op. Ik ga even kijken. Een sticker met Happy erop. En die is natuurlijk ook in het roze. Oh, alles in het roze, want echt mijn lievelingskleur. Dan de sieraden. Het zijn 4 lange kettingjes. En ik wil die dan in zo'n hartjeszakje doen. In zo'n roze. Maar ik denk niet dat ze er allemaal in passen in één zakje. Dus ik moet dat even uitzoeken. Ik ga proberen om 2 kettingen bijeen erin te doen. Ik hoop dat dat wel lukt. Anders zou dat echt wel stom zijn. Als dat niet zou lukken. Oh, maar ik zou echt niet weten hoe dat moet. Dan moeten we zo. Even zo aan het uitzoeken. Oké, 1 ketting past er wel in. En dan zou ik die andere ketting daar gewoon over willen doen. Anders moet ik zo heel veel zakjes verspillen en dat vind ik een beetje zonde. Dus ik ga dat er gewoon zo proberen in te doen. Zo dan. Heel schattig, hier zitten dan 2 kettingjes in. En het zijn oranje kettingjes. En dan doe ik in een ander zakje de 2 roze. Dus die moet nu dicht. En dan doe ik er natuurlijk een sticker op. Op het zakje. En dan doe ik nu precies hetzelfde met die 2 andere roze kettingjes. Voilà, alle kettingjes zitten erin. En dan doe ik het dicht. En dan komt er natuurlijk ook weer een sticker op. Een heel leuke thank you sticker. En dan komt ook alles in een envelop. En ik heb een grote envelop ervoor nodig. Want het is best wel veel. Ik heb er een envelop bij gepakt. Dus gewoon een hele grote envelop. En daar gaat alles in. Dus als eerste deze de armbandjes. En dan de kettingjes. En confetti kan natuurlijk niet ontbreken. Dus daar gaat er ook bij. Confetti valt ernaast. En ook een kaartje. En kijk hoe leuk dat eruit ziet. Allemaal roze. En dan kan de envelop dicht. En dan komt de naam erop. Want ik breng het persoonlijk. En dan kom je nog wat stickers op. En sorry dat mijn stem een beetje raar doet. Ik weet niet wat er met mijn stem is. Maar ik vind dat die zo... Ja, ik weet niet. Die klinkt zo anders. Ik weet niet. Dat kan ook gewoon echt aan mij liggen. Maar ik vind die zo anders klinken. Er komen nog wat stickertjes op. En dan is die helemaal klaar. Nog 1 sticker. Voilà. Helemaal klaar. En alle andere bestellingen zijn ook klaar. Dus dat komt goed uit. En nu kan ik weer alles gaan opruimen. Dan was het alweer een hele vlog. En hetgene wat ik allemaal vandaag heb gedaan. Wat ik eigenlijk nu nog doe in de avond is gewoon een beetje chillen. En dan voordat ik ga slapen ook gewoon dat spul op mijn wimpers smeren. Dus die wimperserum. Maar dan wil ik jullie alvast heel erg bedanken om te kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie het een heel leuke vlog vinden. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal, want blijkbaar is meer dan de helft nog niet geabonneerd op mijn kanaal. Echt meer dan 80%, wat eigenlijk echt heel veel is. En dan hoop ik jullie snel weer terug te zien. Doei!